Het licht in de lantaarn Titus, de herbergier, nam zijn lantaarn in de hand, want buiten was het donker geworden. Hij wilde naar de stal gaan om vers hooi te spreiden voor de os Remus. Toen hij het licht aanstak, merkte hij dat er nog maar een heel kort stompje kaars over was. Nu ja, mompelde hij, net genoeg voor dit kleine eendje naar de stal. En hij ging de deur uit. Het zachte kaarslicht verdreef de nachtelijke duisternis. In de stal hing Titus de lantaarn aan de haak in de zoldering en ging aan het werk. Hij was juist bezig het verse hooi in de krib te doen toen hij geroezemoes bij het huis hoorde. Zijn vrouw riep hem: Titus, waar ben je? Er zijn gasten gekomen. De herbergier liet het hooi vallen en pakte de lantaarn, maar op hetzelfde ogenblik flakkerde het licht nog één keer hel op en doofde toen uit. Geef niet, bromde Titus. Hij liet de lantaarn boven de voederkrip hangen en haaste zich door het donker naar huis. De volgende dag was Titus de lantaarn helemaal vergeten. S avonds had hij hem pas weer nodig en zocht hem overal. Toen herinnerde hij zich dat hij hem in de stal boven de krip had laten hangen. Hij haalde een nieuw kaarsje tevoorschijn om dat op het oude stompje in de lantaarn te zetten. Maar toen hij de deur uitkwam en over het erf liep, zag hij door het raampje in de stal een zacht licht stralen. Verbaasd krapte de herbergier zich op zijn hoofd. Wie had dat licht daar nu aangestoken? Hij had gisteren toch zelf gezien dat de kaars opgebrand was? Hij riep zijn vrouw. Zij moest ook komen kijken naar het wonderlijke licht. Toen zij de, de stal binnenkwamen, bromde hij: Gek, gek hè, dat brandt hier gewoon vanzelf. De vrouw antwoordde: Waarom zou dat licht niet uitgaan? Dat heeft vast een reden. Laten we er maar niets aan doen tot het vanzelf uitdooft. Zo kwam het dat de stal al door dit milde licht werd verlicht toen Jozef en Maria met het ezeltje op kerstavond onderdak zochten. Het licht brandde voort tot het Jezuskind was geboren, zodat het niet zo in het donker ter wereld hoefde te komen. Nu willen jullie vast wel weten wat dat voor een wonderlijk licht was, dat daar zo ijverig scheen in de lantaarn en er niet over pijnste om uit te gaan. Nee, het was natuurlijk geen gewone kaars. Ik zal jullie het geheim verklappen. Er was wat sterrenlicht in de lantaarn naar binnen geglipt. Dat mocht er heel dichtbij zijn als het kerstkind geboren zou worden. Daarom was het stilletjes in de lantaarn gekropen en verspreidde het daar zo'n vriendelijk licht. Als Titus de herbergier goed had gekeken... Dan had hij het ook gezien.